We gaan het spelletje spelen. Hè. Er hangt een broer of zus van een bekend iemand aan de lijn. En Sven en ik, we gaan om de beurt ja, nee vragen stellen. En ik ga winnen. Dat is eigenlijk het concept. Ja, Sven heeft al twee keer gewonnen, dus ik zeg niks. Oké, ik begin, hè. Jij begint, oké. Ben jij een broer? Maar dat is toch niet belangrijk of ze een broer of een zus zijn? Ja. Heb jij een bekende broer of een bekende zus? Is toch de eerste vraag die je stelt? Dat maakt nu toch niet uit? Is dat een nutteloze vraag? Enfin, maar ja, oké, ben jij een broer, is de vraag. Of ben jij... Wat? Ja, het is een broer. Oké. Dan stel ik de volgende vraag. Heb jij een bekende broer of een bekende zus? Broer. Een broer, een bekende broer. Allee, ja, wacht, hè? Stel nog eens een nutteloze vraag. Dan verlies je zeker. Wie heeft een bekende broer? Is je broer een zanger? 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 Nee. Nee. Is je broer een sportman? Nee. Is je broer een politicus? Nee. Is het een hele knappe broer die je hebt, qua uiterlijk? Nee. Is je broer... Ja, nee. Nee. Ja, nee. Oei, dat is ook geen antwoord. Zoiets van, de mensen vinden van wel, maar ik van niet. Is je broer een presentator dan? Ja. Op televisie? Nee. Een presentator op de radio? Ja. Op de zender van Joe? Hey, maar je moet geen twee vragen stellen aan elkaar. Allee, zeg zo. Ja, op Joe. Ja. Oh, wacht. Wacht, niet zeggen. Oh, wacht, is je... Nee, de broer van Raf van Brussel? Nee. De broer van... De broer van... Maar ik mag weer een vraag stellen. Van Bjorn Verhoeven. Nee. De broer van Rani de Koning. Hallo, Janke. Nee. Ah ja, dat is een man. Hallo Anke. Anke, denk eens 2 seconden na. Ja, broer. Huh? Nee, ik weet het. Het is een man. Allee, maar wie? Wacht, ik ben aan het denken. Wat zei je net? Nee. Wat zei je net? Jouw broer. Nee, dat kan niet, hè. Ja, toch wel. Maar hallo. Maar Anke. Ik kan heel de tijd zeggen. Maar ja, het lukte daarnet niet om de broer of zus aan de lijn te krijgen. Ben ik stiekem tussendoor naar Grim gelopen met het nummer van mijn broer. En heb ik gezegd, en ik ga mij inhouden, dan wint ze misschien eens een keer. Maar je hebt mij wel heel moeilijk gemaakt, Anke. Hey, dag Arne, goedemorgen. Goedemorgen. Maar zeg jongens, toch. Echt, ik weet dat de mensen nu denken, wat een dommigheid is dat. Maar dat is echt moeilijk, dat spelletje. Hè? Ik moet me beter voorbereiden. En ik was helemaal aan de war. Ik was aan het denken. Ik was alle collega's aan het afgaan. Ik was van, maar die heeft geen broer, die heeft geen zoon. Dat is Arne. Ah, Arne, blij dat ik jou eens hoor. Hoe is het? Goed. Maar het was natuurlijk een moeilijke vraag. Hé, een knappe broer, ja of niet? Ja, en ik dacht, ik geef ze de pap in de mond. En ik zeg, de mensen zeggen van wel, maar jij vindt van niet. Maar de mensen zeggen ook van niet eigenlijk. Ja, dat is mijn broer Arne. Hij is 2 jaar jonger. Arne. Staat in het onderwijs en is nu een noodoplossing geweest om jou toch nog eens aan punten te helpen. Maar makkelijk ging het niet, maar het is wel gelukt dan uiteindelijk. Het is wel gelukt. Ja. Ja. Maar geef toe, dat was even een mindfuck, hè? Ja, daar zijn we goed in, hè, mindfuck. Ja. Arne, 21 mei, want ik heb een berichtje gestuurd. Gaat het om erbij te zijn, 21 mei? Ja, ik vermoed van wel, ja. Bobbejaanland. Het is in Bobbejaanland. Ja, absoluut. Dat is toch tof, hè. En breng de meisjes ook mee. Hij heeft 3 dochters. Oh, 3 fantastische en nichtjes. Anna, Inug. Hoe heet de kinderen, Anna? Julie. Julie is de oudste, die wordt de 12. Dan Anna 9 en ST is net een jaar geworden. Oh, maar ja, en ze is cute. Ze zijn alle 3 cute, maar ST is mijn petekindje ook. Hè. Oh, zeg. Allee, en hoe valt dat mee, zo met 4 vrouwen op je dak? Ja, dat valt goed mee. Ja? Dat valt goed mee. Ja. Oh, allee, ik ben heel blij. Ik ben enkele jaren de visa-kaart meegeven en dan op het gemak thuis blijven. Amai. Ja. En 16-jarige jongens die bij jou boven komen op de slaapkamer van de dochters. Ja, je hebt ook leuke tijden in het verschiet. Alleen maar voor bij deze. Merci om even een noodoplossing te zijn, hè, Arne. En... Ja, allee, zo grappig zeg. Dat is niet door. Allee, we bellen straks ook wel even. Tot nu, hè. Tot